Mijn grote zus is irritant. Ze is de allerirritantste grote zus van Nederland. En ik ga niet schelden, maar ze doet me denken aan een dier. En was mijn zus een dier, dan was ze een rat. Ja. Een rat, dat is een inbreker die overal aan zit. Met vieze roze klauwtjes en een smerig geel gebit. Mijn zus breekt in mijn kamer in, ze raakt al mijn spullen aan. En als ik haar betrap, zegt zij, dat heb ik niet gedaan. Maar dat heeft ze dus wel gedaan, die stomme ratzus van mij. Mijn grote zus is super irritant. Ze is de allerirritantste grote zus van Nederland. En ik ga niet schelden, maar ze doet me denken aan dier. En dan was mijn zus een dier, dan was ze een papegaai. Ja. Een papegaai zegt alles na, maar met een stomme stem. Het is de allerirritantste vogel die ik ken. Als ik gewoon zeg, hey hallo, dan zegt mijn zus, hey hallo! Ga je nou serieus alles wat ik zeg nazeggen? Ga je nou serieus alles wat ik nazeggen? Met een super irritant papegaai stemmetje. Met een super papegaai stemmetje! Doe even normaal, man. Doe even normaal, man! Je bent echt zo kinderachtig. Jij bent echt zo kinderachtig! Oh. Oh. Pap, papa, papa, kom er eens even bij. Wat hoor ik allemaal? Wat is hier allemaal aan de hand? Pap, mijn grote zus zegt mega irritant. Alles wat ik zeg, dat zegt zij na met een super irritant papagaaienstemmetje. Luister maar. Nou, ik doe natuurlijk helemaal niks. Oh. Je doet het er net de hele tijd. En nu is papa erbij. En dan doe je het opeens niet meer. Papa, geef haar straf. Geef haar straf. Dit is het moment om mijn grote zus straf te geven. Ik weet echt een hele goede straf voor mijn grote zus. Zij moet vanaf nu elke dag naar school in haar onderbroek. Ook in het weekend. Ja, dat ze elke zaterdag en zondag staat te kleuren in de kou. Dat lijkt me een goed idee. Pap, jij kiest altijd haar kant. Hè? Want het is je eerste dochter. Je weet hoe het gaat. Maar deze keer moet jij gewoon eens een man zijn, pap. En geef haar keihard straf. Doe het, pap. Wees een man. Geef haar straf. Doe het nu. Doe het nu. Doe het nu. Nou, zeg. Jasper. Ik vind dat jij wel heel erg druk doet. Hè? Jij ziet er trouwens moe uit, jongen. Moet jij eigenlijk niet gewoon meteen naar bed? Wat? Mijn grote zus is ultra irritant. Ze is de allerirritantste grote zus van Nederland. En ik ga niet schelden, maar ze doet me denken aan een dier. En was mijn zus een dier, dan was ze een beer. Ja, een beer, ja. Nee, een beer. Gister stonden alle grote jongens bij mijn fiets. Ze braken zo mijn bel eraf. En ik deed niets. Mijn grote zus kwam aangerend. Ze brulde als een beer. Ze riep, wat moet dat met mijn broer? Wat moet dat met mijn broer? En toen durfde niemand meer. Soort van aardig wel, ja. Nee, je gaat niet klappen voor mijn grote zus. Ga je dan klappen voor mijn grote... Nee, jongens. Nou, specifiek wat ik zeg dat ze niet moeten doen. Oh, hé. Ik weet het goed gemaakt. Dank je wel, berenzus. Ja, alsjeblieft, mierenbroer. Mijn grote zus is irritant. Oh ja... Maar ze staat wel als het fout gaat.
aan mijn kant. En ik kan wel schelden, maar ze doet me denken aan een dier. Want soms is zij een beer. En ben ik maar een mier. Dankjewel mensen. Dankjewel. Dan gaan we meteen door.